veel misdaad waar we geen weet van hebben, maar waar we wel met z'n allen last van hebben, omdat het gewoon veel kost, is witte boordencriminaliteit. Fraude. Fraude met BV's, geld, wat uit met drugshandel wordt verdiend, wat wit gemaakt wordt door middel van onroerend goed constructies. Samen met mijn collega Ed Groot heb ik een initiatiefnota ingediend waarin we dat tegen willen gaan. Die fraude met BV's willen we tegengaan door een register te verplichten. En in het register staat welke persoon nu eigenlijk het voor het zeggen heeft in die BV. Zodat we kunnen zien of er gesjoemeld wordt met geld. Zodat justitie kan zien welke onderwereldfiguur er met zijn BV's aan het rommelen is in de horeca bijvoorbeeld. Maar ook om een hoop belastingontduiking te voorkomen. Dus het levert ook nog eens een heleboel extra inkomsten op voor de staat. En we hopen dat de staatssecretaris ons voorstel omarmt. En daar gaan we vanuit, want het is een goed voorstel.